1, 2, 3, 4. Met de onthulling van dit nieuwe verkeersbord veranderde het provinciebestuur de Lucien Bevernagestraat in Capelle in de eerste fietsstraat. Een fietsstraat is niet zomaar een straat waar je ook wel wat mag rijden op je fiets. De fiets heeft absolute voorrang. Een auto mag niet sneller dan 30 km per uur en mag de fietser ook niet inhalen. Een wagen is er gewoon een gecontroleerde gast. Maar het is wel zo dat de toplaag volledig in het rood is. Dat de gemeente Capelle ook de nodige voorzieningen zal treffen en ook de nodige controle zal uitvoeren op het gebruik van die straat, zodanig dat de fietser zich inderdaad veilig zal kunnen voortbewegen. Over de plaats van deze eerste fietsstraat is goed nagedacht. Wij maken een fietsostrade vanuit de provincie tussen Antwerpen en Essen, 27 kilometer lang. Fietsostraden leggen wij aan naast spoorwegen of kanalen, dus zo recht mogelijk. Hier in Capelle was de fietsstraat de enige mogelijke verbinding tussen de fietsostrades. Van die zogenaamde fietsostrades komen er nog, bijvoorbeeld eentje van Antwerpen naar Mechelen. De fietsostrades willen zo recht en veilig mogelijk fietsers naar hun werk kunnen brengen en ook naar woonkernen. De fietsostrade van Essen naar Antwerpen is nu voor 74% befietsbaar.